Petrus, niet voor engeltjes. Karel Danen, sinds lang moesten we nog eens onze meerder erkennen in een ploeg. En dat is ditmaal Club Brugge gebleken. Waar liep het fout vandaag, als we dat zo mogen zeggen? In details, denk ik. Zij komen voor, wat dat sowieso heel belangrijk is in zo'n match. Want ik denk dat de eerste helft gelijk opgaand verlopen was eigenlijk. En dan hebben we er alles aan gedaan om gelijk te maken. En, ja, druk gecreëerd en wat kansen kunnen afdwingen zonder te scoren. Ja, goed, en dat een beetje meeval dat je nodig hebt in zo'n match, dat hadden we vandaag niet. En dan maken ze het af op het einde 0-2. Okay, we komen dan nog wel terug tot 1-2, maar dan was het in principe al gedaan. Okay, wel extra zuur als ik dan hoor eigenlijk dat het tweede doelpunt buitenspel was. Maar goed, ja, vandaag zat het een beetje tegen en dan, ja, kijk, dan verliezen zo'n match. Misschien een beetje niet echt wakker uit de kleedkamer gekomen. Na 3 minuten in de tweede helft kijken jullie tegen die achterstand aan. Terwijl er toch wel een degelijk eerste helft gespeeld werd. Ja, maar ik denk niet dat dat een zaak was van niet wakker zijn. Het was gewoon een fase. Ja. Zoals dat er in een match wel meerdere voorkomen. Alleen was het nu toevallig direct na de rust. Waarbij dat Brugge het wel goed uitspeelt. Alhoewel dat we misschien wel iets sneller die bal daar op onze linkerflank hadden moeten wegkrijgen. Maar dat is dan ook de kwaliteit van Brugge, dat ze ons daar kunnen vastzetten en dan erdoor geraken uiteindelijk. Maar het was geen zaak van niet wakker uit de kleedkamer te komen. Want okay, iedereen was, vond ik, heel de match wel scherp. En dan hebben we na die 0-1 direct ook de match weer in handen gepakt. En goed, een doelpunt zat er dan niet in, dat is wel jammer. Misschien kan ik het wel anders stellen. Eerder de kwaliteit van een spits als Bakka dan. Niet voor niks topscorer. En hij staat dan toch wel op de juiste plaats, hè? Ja, inderdaad. Maar vooral ook de actie daarvoor, waarbij dat ze met een 1-2 eigenlijk kunnen door ons verdediging gaan. En dan komen ze heel dicht op Sammy en mezelf. Ja, ik stond dan nog bij Bakka, maar okay, dan is het relatief makkelijk om dat uit te spelen. Dat doen ze ook wel goed. Maar like wat je zegt, is ook de kwaliteit van Brugge. En ja, ze hebben vandaag ook getoond dat het gewoon een hele sterke ploeg is. Maar we hebben vandaag ook getoond dat we een goede ploeg zijn. Ook al verliezen we vandaag, maar er zat ook meer in. En we verdienen ook mensen zijn gelijkspel, vond ik. Ja, het doel uitgeraakt via Berrier. Nog een paar keer heel dichtbij geweest. En dan scoren we toch nog. En dan smaakt het misschien nog een klein beetje zuurder, omdat we toch nog dat doelpunt maken. We zijn er dan nog net iets dichterbij, hè? Ja, dat klopt. Vooral als je dan achteraf hoort dat die tweede goal van Brugge buitenspel was. Dan denk je ook van okay, stel dat die afgekeurd was en ja, dan hadden we nog 1-1 gemaakt. Maar ja, dan ging die fase ook misschien niet voorgekomen zijn. Dus dat is allemaal praat achteraf en daar zei ook niet veel mee. En ja, goed, ik hoop dat nu vandaag wat tegen zat, maar dat dan in de play-offs wat gaan meezetten. Voilà, dat is misschien een mooie conclusie. Nog even naar de supporters dan. Ja, een vol huis was misschien wel even geleden dat het zo bakvol tot in de nok gevuld zat, het stadion, hè? Ja, en die match leefde ook enorm. Hè. De voorbije dagen ook werd ik door veel mensen aangesproken over de match van vandaag. En je voelt dat ons seizoen dat wel iets teweeg brengt hier in Waregem. En dat is fantastisch natuurlijk. En daarvoor is het ook jammer dat we net vandaag voor een vol huis dan verliezen en onze reeks doorbroken zien. Maar goed, revanche in de play-offs. Voilà, mooie conclusie. Bedankt, Karel.